Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ga vandaag zelfgemaakte klei maken. Mijn zoontje zit er ook bij, dus af en toe hoor je daar misschien wat van. Maar kijk, dit is de zelfgemaakte klei. Een beetje gek kleurtje, maar ik zag een heel leuk recept bij Kirky Mama. En ik heb alle maten veranderd. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt. En jullie kunnen meekijken naar onder andere het recept. Veel plezier. Zo, daar gaan we. Ik ben begonnen met 350 gram bloem. Hier zie je dat. En daar doe ik nu 150 gram zout bij. Je kan het gewoon door elkaar gooien. En even mengen met een lepel. Heel goed mengen, zodat je al het zout niet meer ziet. Als je dat hebt gedaan, doe je er vervolgens de jelly bij. Ik gebruik de jelly van Dr. Oetker. Dat is dit rode pakje. Hier heb ik 150 gram voor gebruikt. Dat gooi ik erbij. Zo. Kan je ook weer goed doorroeren met de lepel. Je ruikt ook al meteen het ontzettend zoete van de pudding die je zelf kan maken. Het is eigenlijk gelatine pudding. Dus je zou het ook heel goed bij de toko kunnen kopen. Ik heb het weer goed doorgeroerd. Ja, dat plakt, hè, die klei die je daar hebt. Vervolgens doe je er 4 scheppen olie bij. Die gebruik ik wel even gewoon zo. Het plakt, hè, de klei. Ja, mag je zo laten zien. 1, 2, 3, 4. Ik gebruik gewoon hele simpele olijfolie. Roer ik ook weer heel goed door elkaar. Ga je ermee rollen met de klei? Vervolgens 200 milliliter warm water. Dus ik zorg ervoor dat de kraan lekker warm is. En ik doe er 200 milliliter water in. Ik gebruik heel handig de flessen van mijn zoontje. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een maatbeker gebruiken. Dit doe ik er voorzichtig bij en af en toe even doorroeren. Zodat het niet zo klonterig wordt. Maar in stapjes doe ik het water erbij. En dan roer ik het weer goed door. En nog een keer. Het laatste beetje. Zachtjes. Het laatste beetje weer heel goed doorroeren. Als het nou te plakkerig blijkt te zijn, doe je er gewoon wat bloem bij. Is het te droog, dan doe je er weer wat warm water bij. En als je het goed hebt doorgeroerd, dan kan je het met je handen gaan kneden. Zodat het heel echt goede klei wordt. Nou, ik zie dat het al een beetje te plakkerig is. Dus dan doe ik er zo wat bloem bij. En dan kan je gewoon net zo lang blijven kneden totdat je denkt, nou is het goed. En je ruikt ontzettend die zoete geur. Je ruikt heel lekker. Ik was even mijn handen. Want die zijn ook heel plakkerig. Van de klei. En dan laat ik zo zien hoe je er mee kan spelen. Hier zit mijn zoontje met de klei te spelen. Met de zelfgemaakte klei. Het heeft een beetje een gek kleurtje. Maar het is wel ontzettend lekker zacht. En het ruikt heel erg lekker. Wat ga je maken? Wat heb je gemaakt? Heb je er een balletje van gemaakt? Hé, hey, ruikt het lekker? Hey, je kan er lekker mee plukken, hè? Wat is het, Luca? Klei. Klei, hè? Ja. Kan je lekker mee spelen. Leuk dat je naar dit filmpje hebt gekeken. Ik word altijd heel blij van deze klei. Dit soort klei, want het is lekker zacht. Dus zelfs kleine kinderen kunnen er goed mee spelen. Het is ook niet schadelijk. Mochten ze een keer per ongeluk een beetje proeven. Is natuurlijk niet de bedoeling. Maar als het per ongeluk eventjes gebeurt, dan is het niet zo heel erg. En het is zo lekker zacht. Het is leuk voor alle leeftijden. Mijn kleuters in mijn klas vinden het fantastisch. Maar mijn zoontje vindt het ook heel erg leuk om mee te spelen. Dus
Ik hoop dat jullie het ook gaan maken. Laat me een foto zien als je ook klei hebt gemaakt. Ik ben heel benieuwd om leuke speelfoto's ermee te zien. Dag, tot de volgende keer!